even, we zijn aan de afloop van de lezing. Hoe kijk je zelf terug? Ik vond het leuk. Het was een publiek met beleggingsexperten. En ik heb geprobeerd mijn verhaal aan te passen aan hen. Dat eigenlijk de toekomst van klantrelaties voor jullie vak ongelooflijk eenvoudig uit te leggen is. Het doel is om zoveel mogelijk operationeel werk te gaan automatiseren. En daardoor kunnen jullie eigenlijk daar een meer emotionele laag bij klanten gaan opleggen. Het is die combinatie met... Op die manier heb ik hen eigenlijk proberen zeggen hoe dat je de sterktes van digitaal met de sterktes van het menselijke kunt gaan combineren. En ik denk dat dat goed geland is. Ja, zeker. Dat was zichtbaar en ook hoorbaar in de zaal. Want je bracht veel humor mee in je presentaties. Is dat ook met een toch een zwaar onderwerp, zeker voor beleggingsexperts, wat de toekomst te wachten staat, is onzeker. Onduidelijk ook hoe hun rol daarin gaat zijn. Is dat moeilijk om altijd humor mee te nemen in presentaties? Ik vind dat niet, nee. Ik probeer altijd humor mee te brengen, omdat ik vind dat dat ook leuk moet zijn. Ja. We brengen zware boodschappen, maar mensen zijn ook ontvankelijker voor moeilijke boodschappen als het op een leuke manier wordt gebracht. Ja. En als er ook wat relativering in zit en een beetje nuance in zit. En als je dat kan doorspekken met af en toe wat humoristische noten, dan vind ik, is dat eigenlijk een meerwaarde in het verhaal. Dus ik probeer dat altijd te doen. Zeker ook als afsluiting. Nu mocht je de dag openen, maar zeker als mensen een hele dag al hebben meegemaakt, dan is het fijn dat het ook een leuke afsluiting is. Ja, je verhaal was duidelijk op maat, dat merkte je ook. Hè? Er zijn veel voorbeelden voor, in dit geval beleggingsexperts, maar ook mensen in de zorg en anderen. Zijn er bepaalde branches waar je moeilijk concrete voorbeelden bij kan maken? Of zie je, gezien de technologie in zowel Amerika als in China, dat je eigenlijk op elk verhaal op maat kunt maken? Ik denk dat je de meeste verhalen op maat kunt maken. Wat dat het moeilijkste is, is de meer echte zware B2B. Ja. Omdat je daar, zeker op vlak van technologie, in customer experience niet altijd alle mogelijkheden al hebt. Dus daar moet ik het proberen voor te stellen wat het zou kunnen zijn. Maar in die zware B2B heb je ook nog altijd een enorm belang aan klanten die er is. Dus heel het verhaal van customer centricity kunnen we daar ook weer makkelijk aan passen. Dus het hangt er een beetje vanaf, niet puur de sector, maar ook welke nuances en welke invalshoeken die zij willen gaan gebruiken. Ja, en dat voorstellen is lastig. Zeker, kijk, de beleggingsexperts weten er alles van, want die moeten voorstellen wat... Tenminste gaan denken wat de markt gaat doen. Dus daar ligt de uitdaging, want je zei dat je niet echt een hele positieve ervaring met beleggen hebt in het verleden. Een slechte belegger. Maar een goede spreker, dus dat... Dankjewel. Heel even over de samenwerking met het Sprekershuis. Wat was je eerste gedachte in 2014 toen wij bij jou melden, toen het Sprekershuis op de markt kwam? Ik dacht, oh nee, nog een sprekersbureau. Ook arme die mensen, dat wordt een totale ramp. Dat is eigenlijk wat ik dacht van, we hebben er al meer dan genoeg van. Ja. En hoe bevalt het de samenwerking tot nu toe met het Sprekershuis? De samenwerking loopt goed. Hè? Nee, het is, ik vind dat jullie zich differentiëren eigenlijk door een stuk proactief te zijn en heel goed te weten waarover ik spreek. Ja. Dat merk ik en dat vind ik leuk. Eigenlijk wat dat jullie heel goed doen, dat is, jullie zijn in een markt gegaan waar dat er weinig differentiatie is. Ja. Waar dat iedereen min of meer hetzelfde doet. En jullie hebben daar denk ik een aantal dingen anders beginnen aanpakken en dat is heel positief hoe dat jullie dat doen. Ja. Wat is de mooiste plek waar je ooit gesproken hebt? Dat is een moeilijke vraag, man. Ik heb nu in meer dan 40 landen mogen spreken. Ik kan er niet onmiddellijk een antwoord op brengen. Ik vond het heel leuk, vorig jaar ben ik in Tanzania geweest. Dat vond ik een heel groot avontuur. En dat was letterlijk en figuurlijk? Dat was fantastisch om daar te mogen spreken voor een aantal verschillende groepen. In Mexico geweest, in een prachtig gebouw mogen spreken, maar gisteren in Nederland in het Rijksmuseum, is ook een prachtige locatie. Zeker. Dus het leuke is als spreker dat je op heel veel diversiteit mooie plaatsen komt. Ik kan er nu niet eentje uithalen, maar de diversiteit en leuk dankzij de baan dat je ook op plekken komt dat je anders niet zou komen, dus dat is wel boeiend. En voor wie heb je een keer een lezing mogen verzorgen dat hij in de zaal zat als in een koning, een koningin of een belangrijk persoon? Is er iemand bijgebleven? Die in de zaal zat? Geen koningen en koninginnen. de meest belangrijke personen zijn zo meestal bij mij de captains of industry. Ja. De CEO's van grote bedrijven. Soms van heel grote bedrijven. Politiek. Een aantal ministers in de zaal gezeten. Ja. Dus ik heb het genoegen om heel vaak heel interessante mensen te mogen ontmoeten. Maar ik spreek ook twee keer per jaar in mijn eigen dorpen in Knesselaren. Ja. Mijn buren en familie en de juffen van onze school. En daar krijg je ook evenveel dankbaarheid van, of van een
van een captain ja. of industry. Dus ik vind eigenlijk beiden heel, heel boeiend om te doen. Is het soms moeilijk als een zaal jou niet begrijpt? Of merk je soms in de zaal dat je denkt van ja, het zat net niet helemaal erin. Want je merkt van vandaag was de zaal, hè, die hing aan je lippen, het gelach ja. was zichtbaar en hoorbaar. Merk je wel eens dat een zaal, dat je die connectie minder hebt? Weinig. Dat gebeurt uitzonderlijk. Ja. Ik denk maximum 1% van de lezingen is dat. Dus eigenlijk ben je wel een robot. Een beetje. Nee, je merkt dat als het ergste is dat kan gebeuren, is dat je echt voor een zaal van 100% non-believers staat. Ja. En dat gebeurt heel weinig, omdat je meestal ingehuurd wordt door mensen die al enthousiast zijn. Tuurlijk. En die eigenlijk die dingen willen versterken. Iemand die totaal het niet eens is met wat ik zeg, gaat me meestal ook niet inhuren. Nee. Om in een bedrijf zoiets te brengen. Nee, je bent niet advocaat van de duivel. Nee, dus dat gebeurt heel weinig. Daardoor. Hè. Maar als het gebeurt, vind ik dat vreselijk. Hè. Ja. Ja, helemaal goed. Wil ik je vragen om dit boek aan een van onze trouwe klanten te signeren? Zo. Op naar de volgende. Op naar de volgende, thanks.